Naar mij. Seppe Odijn, winnaar van de eerste post-corona duathlon van het jaar. Hoe voelt dat? Goed, hè. Ja. We beginnen terug waar we gestopt zijn. Hè. Dus gewonnen in Portugal. En dan terug gewonnen. Dus, super. Hoe voelt het hier? Want in Portugal was iets meer volk aan de finish. Nou wel, ik heb heel lang getwijfeld om in te schrijven. Ondertussen Guus de Smul op een hele mooie tweede plaats. Ik had heel lang getwijfeld, maar het deed toch echt wel deugd om terug de collega's te zien. En om kapot te gaan hier in de maand. Dat was eigenlijk wel best leuk. Ik vond het wel iets makkelijker met een echte nummer 1 of virtueel. Voilà, het staat hier nummer 1 en dat met een overwinning. Ja. Zo'n coronaduathlon. Vertel eens, gaat daar een podcast over volgens hebben? Een beetje speciaal met een rolling start in duathlon. Dus Guus was achter mij vertrokken en ik kwam er direct voorbij. Dus dan begint dat zo wel een beetje in je hoofd te rekenen. Maar ik denk uiteindelijk dat het parcours wel lastig genoeg is. En ik denk als Guus niks voor ging lopen, dat het overwinning wel voor hem was. Maar het was best speciaal, maar het was eigenlijk snel vergeten. Alle maatregelen, niet dat we geen rekening mee hielden, maar het was wel echt wedstrijd zoals wedstrijd hoort te zijn. Voilà, en je hebt hem gewonnen, een dikke proficiat. Yes. En nu voor 2-2 verherend, hè. Voilà. Oké. Okay. Go Reiger. Hij hing aan kop daarnet, dus dat komt goed. Komt goed. Merci Hans.